De continue monitoring geeft mij een heel prettig en een veilig gevoel. Dat mocht er iets gebeuren, dat ze mij direct kunnen helpen. De druk op de zorg wordt alsmaar groter. En daarom is het belangrijk om in te zetten op slimme en efficiëntere zorg. In het UMC Utrecht doen we dat onder andere door middel van Digital Health. Waarbij we de zorg digitaal aanbieden waar dat kan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan e-health, data science en de inzet van continue monitoring. Bij continue monitoring draagt de patiënt deze sensor. En deze sensor meet elke 20 seconden de ademhaling, het zuurstofgehalte in het bloed, de hartslag, temperatuur en bloeddruk. In het UMC Utrecht zetten we deze sensor zowel buiten als binnen in het ziekenhuis in. Het doel van deze technologie is daarbij om de zorgverlener te ondersteunen en achteruitgang van de patiënt tijdig te kunnen signaleren. Ons medisch regiecentrum ondersteunt patiënt en zorgverlener op afstand. Vanuit het medisch regiecentrum zijn we bezig met toekomstbestendige zorg. Dit doen wij middels Digital Health. Een voorbeeld hiervan is de continue monitoring. Vanuit het medisch regiecentrum bieden we daarin een ondersteunende rol. Dat doen wij door het plakken van de sensoren, maar daarnaast ook het monitoren van de verschillende waarden. Bij een opvallende trend, zoals een verhoogde hartslag of een verlaagde temperatuur, zullen wij de verpleegkundigen op de hoogte stellen, zodat zij vroegtijdig actie kunnen ondernemen. Ja, mijn patiënt heeft een tumor die een hele hoge bloeddruk kan geven, met name tijdens behandelingen. En van tevoren was er toch de angst dat de bloeddruk te hoog zou worden tijdens deze behandeling. En wij wilden daar echt tijdig bij zijn, mocht dat gebeuren. Maar door die continue monitoring konden we die vrees ook wegnemen bij de familie en bij de patiënt. Dus dat heeft het ons gebracht. In deze behandeling maken we gebruik van nucleaire stoffen die voor de patiënt heel wenselijk zijn om de tumor te behandelen, maar voor het verplegend personeel eigenlijk niet. Bij deze meting of deze monitoring konden we 24 uur de bloeddruk in de gaten houden zonder dat de verpleging continu in en uit hoefde te lopen. Dus het was een hele mooie toepassing die we bij deze patiënt gedaan hebben. Ik ben Henny Oudsen, ik ben 69 jaar. Ik ben onder behandeling van mijn kanker in het UMC Utrecht. Dat ik constant gemonitord word is voor mij erg belangrijk en geruststellend dat het goed in de gaten gehouden wordt. En niet alleen voor mij, maar ook voor de familie. Want het is heel geruststellend om te weten dat ik goed begeleid word. Het is ook bijzonder fijn dat als er wat gebeurt, dat ze direct in kunnen grijpen. Dus dan zijn ze ook direct aanwezig en is het allemaal alert.